En daarom heeft de voorzitter mij gevraagd om op het podium te gaan staan. Maar Frank, mag ik dan ook zo een keer staan zo op het podium? Nou, misschien wel, Floeber. Maar let wel, op het podium staan alleen hele belangrijke mensen die iets heel speciaals te vertellen hebben. Ik heb een gezicht getekend met een sipmondje. Want ik ben soms helemaal niet zo vrolijk. Heel goed. Ik heb een gezichtje getekend met een blij mondje. Want weet je, wat er ook gebeurt, het komt altijd wel weer goed. Zolang je maar blijft lachen. In ander nieuws. Frank de Wit moet na 25 jaar helaas stoppen met zijn tv-programma Floeber en Frank. De populariteit van het programma is de afgelopen jaren helaas flink gedaald. In het programma leerde hij samen met zijn aapje als huisdier verschillende filosofieën en levenslessen aan zijn jonge kijkers. Oh, de telefoon gaat. Je weet wat dat betekent. Ik vind het altijd zo leuk als iemand contact met me opneemt. Hallo, wie is daar? Frank hier. En dan de YouTubers. De populariteit van de nieuwe YouTubers is de afgelopen jaar flink toegenomen. Hey guys, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een storytime voor jullie. Ik vind het superleuk dat jullie me allemaal volgen. Like de video. Ook in Nederland bestaan er nu YouTube-kanalen die waanzinnig populair zijn. En zelfs een volgersaantal van meer dan 1 miljoen hebben. Guys, vandaag heb ik een super bijzondere video. We hebben namelijk 1 miljoen abonnees gehaald. Fijn dat we bijna op 750.000 Kelt Family members zitten. Zaterdag werd opnieuw de Gouden Kalf uitgereikt. De winnaar, Frank de Wit, met zijn programma Floeber en Frank. Ik heb wel een trekje gekregen hoor. Ik moest wel een banaan. Ziek. Een lekker appeltje. Neem ik deze appel. Eet ik gewoon met een beetje bitterkaas. Dat is echt super yummy. Het blijft gewoon, En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Wat de bekende presentator nu gaat doen. Zo. Je bent rijk geworden alleen maar door over jezelf te praten. Wat heb je nou eigenlijk echt te vertellen? Je bent talentloos en verwend. Dus wat heb je nou eigenlijk echt te bieden? De jeugd van nu wil ook niet meer kijken naar iemand die ze echt iets wilt leren. Iemand die wel waarde kan toevoegen. Een rolmodel waar ze wel iets aan hebben. Nee. Dat maakt je niet meer populair. Je wordt alleen nog maar populair als je oppervlakkig bent. En alles goed weet overdrijven. Lekker extra. Zoals jij. Ja. Jij bent wel populair, hè? Zolang je maar blijft lachen. Rot op! Klootzak! Jezus. Vuile kuthoer als je er bent. Weet je? Ik denk dat je best een aardige man bent. Je moet je alleen nooit voor gaan doen als iemand die je niet bent. Dat is wat je de das om doet uiteindelijk en daar wordt niemand blij van.
helemaal niemand die meer naar dit gezicht wil kijken. Dus ik krijg alleen terug wat ik heb verloren. Als ik die van jou overneem. Het is een beetje een overdreven reactie, vind je zelf ook niet? Die tijd is voor jou om je gezicht te houden. Het was echt super eng en ik wilde weg en het lukte niet. Ik heb hem maar gewoon daar gelaten. Rustig maar, Fleur. Je bent hier veilig. Neem anders even een slokje water. Je vertelt heel erg goed, Fleur. Ik ben trots op je. Dus hoe is het nu met de Veen? Sorry? Je hebt hier toch ook een video over gemaakt? Ja. Waarin je ook hebt zitten huilen. Heeft je die veel geld opgeleverd? Wat bedoel je nou? Ja, antwoord maar gewoon op mijn vraag, Fleur. Ja, maar ik snap even niet wat je bedoelt. Want dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met wat we hier aan het doen zijn, toch? Of wel? Rustig maar. Neem anders nog even een slokje water. Beetje overdreven, vind je zelf ook niet? Sorry, mijn make-up zit echt heel raar vandaag. Nou, dat was het weer voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. En onthoud, be you, stay you en stay fleurig. Tot de volgende keer. Doei!